Goedemorgen en welkom bij deze korte update sessie over 24x7 support vouchers. Veel over gezegd en geschreven de afgelopen periode en het leek ons goed om dat nog een keer te herhalen. In april van vorig jaar heeft Microsoft aangekondigd te stoppen met die 24x7 support vouchers. Dat zijn vouchers die je als klant vaak kreeg bij het afsluiten van een volume licentieovereenkomst, zoals bijvoorbeeld een enterprise agreement. Die vouchers die kon je dus gebruiken om support incidenten mee te maken. Dat is met name bedoeld voor on-premise producten. Niet zozeer voor cloud, zoals Microsoft 365 of Azure. Want die support vouchers kunnen nog steeds gemeld worden via de desbetreffende portals. Maar het gaat hier eigenlijk echt over de support incidenten voor on-premise producten. Nou, daarvan heeft Microsoft dus vorig jaar al bekend gemaakt daarmee te gaan stoppen. En per 1 februari 2023 kunnen die vouchers dus ook niet meer verzilverd worden. En ook bestaande tickets worden niet meer opgepakt. Dus dat is echt een hard moment. Heb je dus als organisatie nog vouchers, dan kun je die de komende weken dus nog gebruiken. Maar veel belangrijker is natuurlijk nog ook de vraag van, en wat dan daarna? Want vanuit Software Assurance kunnen dus geen vouchers meer ingewisseld worden voor support incidenten. En wij hebben de afgelopen weken en veel vragen gekregen van klanten over wat dan. Nou, de alternatieven die er zijn, ook al door Microsoft bekend gemaakt in eerdere aankondigingen, is bijvoorbeeld Unified Support, ook wel bekend als Premier Support. Unified Support is een alternatief een model waarbij je eigenlijk als klant een percentage over de omzet afdraagt in ruil voor support. Nou, dat support dat bestaat uit proactieve en reactieve diensten. Wat nog heel veel klanten en organisaties niet weten is dat er bijvoorbeeld naast Premier en Unified Support ook zoiets bestaat als Professional Support. En professional support, dat is eigenlijk gewoon betalen per incident. In Amerika kun je geloof ik ook strippenkaarten daarvoor bestellen. Nou, die zijn hier in onze regio niet beschikbaar. Maar je kunt wel gewoon betalen per incident. Nou, zo'n incident dat kost een paar honderd euro. Een beetje afhankelijk ook van het service niveau wat je nodig hebt voor je incident is wat ons betreft ook een heel mooi alternatief voor die 24x7 vouchers. Nou, wil je daar nou meer over weten? Stuur mij dan even een bericht of neem contact op met kantoor. Dan kunnen we je meenemen in alle vormen van support die Microsoft of partners van Microsoft bieden. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.